Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De maanden gaan zo hard dat we alweer in een nieuwe maand zitten. En dat betekent natuurlijk dat ik mijn favorieten van februari met jullie ga delen. Dit is het mandje vol met producten. Het was echt een hele volle editie. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer vertellen welke producten ik van februari gewoon heel erg fijn vond. En waarom. En ik ben zelf ook alweer even benieuwd wat erin zit. Want het is voor mij ook alweer een maand geleden. Dus ik weet inmiddels ook al niet, omdat ik zoveel producten test, wat ik allemaal heb getest. Maar we gaan het gewoon eens even bekijken. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik van februari nou weer super fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even met een lipstick. Dit is van Rimmel. Dit zijn de Provocalips. Dat is deze. Dit is een lipstick die 16 uur belooft te blijven zitten. En hij zou ook kissproof zijn. Nou, dat moet je mij niet vragen. Dat weet ik echt niet. Dus, maar goed, hele fijne lipsticks. Ik heb deze ooit een keer in een ander kleurtje getest. En toen zag ik de laatste tijd dat ze ook rood was. Toen dacht ik, oh, die wil ik ook heel graag testen. Dit is een product met twee stappen. Je hebt allereerst dus de kleur. Ik vind het een beetje lastig omdat er hier het alarm van de winkel op zit. En die krijg je er dus niet af. Dus het ziet er een beetje raar uit. Je brengt allereerst dus deze kleur aan. Dit is toch gewoon het kleurtje. En als die een beetje is ingedroogd, breng je dus stap 2 aan. En dat is de topcoat. Mijn kwastje ziet er nog redelijk netjes uit. Omdat ik hem ook echt met een kwastje heb aangebracht. Ik vond het niet zo heel erg prettig om hem gelijk over mijn lippen heen te doen. Omdat hij toch wat kleur afgeeft. Maar ik moet wel zeggen, die topcoat is wel echt nodig. Want dan voelen je lippen echt gelijk een stuk prettiger aan. Het voelt gewoon minder droog aan. Want ik vind wel dat je lippen heel erg droog aanvoelen na het gebruik van dit product. Ook als je het eraf haalt, het kost heel veel moeite. Dus ik raad dan aan om wel even lekker een lippenbalsem aan te brengen die een beetje vet is. Zodat je lippen een beetje hydratatie krijgen. Maar hij blijft echt heel goed zitten. Ik heb hem ook getest op de huishoudbeurs. Toen heb ik hem echt zeker 12 uur gedragen. Hij zag er nog even mooi uit. Ik heb ermee gegeten. Ik heb ermee gedronken. Hij zat echt super tof. Ik heb hem trouwens in de kleur 500 Kiss Me You Fool. En ik vind het echt hele fijne lipsticks. Die gewoon echt wel beloven ook wat waarmaken wat ze beloven. Ze zijn wel wat duurder. Ik heb deze toevallig toen gekocht toen hij in de aanbieding was. Maar mocht je hier benieuwd naar zijn en je hebt toch ook die 16 euro geloof ik dat die kost. En niet voor over. Hou dan gewoon even de aanbieding in de gaten. Want Kruidvat, Trekpleister en Ethos hebben regelmatig aanbiedingen. Waardoor je hem met een grote korting kunt kopen. Dus dat is deze van Rimmel, de Provocalips. Dan heb ik een geurtje en deze komt gewoon van de Action. Het is de Vigency Xoxo Eau de Parfum. Nou, ik vind het flesje al super leuk, want hij is in een hartjesvorm. En dit is dan het dopje en als je hem er dan afhaalt, dan heb je het geurtje. Je had hem ook in het goud. Hij is best wel heel erg zoet. Maar hij ruikt wel super lekker. Echt doet hij me toch ook wel weer een beetje denken aan de Beyoncé Heat variant. Maar dan wel in een lichtere vorm. Maar hij is echt super lekker. Ik vond ook dat hij nog best wel lang bleef zitten. Dus niet dat hij al heel snel vervaagde. Want het is denk ik een geurtje van, nou volgens mij heeft hij 1,80 gekost. Misschien nog wel minder. Maar echt gewoon super leuk. Wat ook wel heel erg schattig is. Er zit dus een kaartje aan. Dus als je hem cadeau wilt geven. Kijk, dan kun je hier ook echt wat inschrijven van en voor. Maar ik vond de verpakking heel erg leuk. En ik vind het geurtje ook gewoon daadwerkelijk echt super lekker. En ik vind het ook wel leuk om zo'n low budget geurtje uit te brengen. Ik weet alleen nog niet hoe ik deze ga neerzetten in mijn stash. Want het is niet een hele handige vorm om neer te zetten. Ik denk zo. Maar hij is echt super lekker. Echt een heel erg lekker geurtje. Ik moet wel zeggen dat de noten er niet echt op staan. Dus ik kan je niet vertellen wat de top noten hiervan zijn. Maar mocht je benieuwd zijn, volgens mij heeft Action ze nog steeds. Ruik gewoon een keer als je bij de Action bent. Want ik vind geur omschrijven nog steeds heel erg lastig. Maar ik vind hem best wel wat zoetig. Maar ik hou daar zelf wel van.
Dan heb ik een blush van Catrice. En dit is de blushbox met de Glowing Multicolor. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 020 It's Wine O'Clock. Ik vind de verpakkingen heel erg leuk. Catrice is daar wel echt over op overgegaan. Want ze hebben natuurlijk toen ook wat blushboxjes uitgebracht. Met teksten erin. En dit is dus echt een multicolor blush. Je ziet het ook. Hij heeft meerdere kleurtjes. Ik meng dit altijd wel. Ik vind het lastig om los te gebruiken. Maar mengen gaat eigenlijk prima. Dus ik meng dit gewoon. En dan kun je gewoon krijg je een hele mooie kleur. De glow die vond ik eigenlijk niet heel erg terugkomen. Want er zou ook een gloed in zitten. Die zag ik niet heel erg. Maar evengoed vond ik het gewoon een hele fijne blush met een mooie kleur. Dus dat is deze. Je had deze in verschillende kleuren. Maar deze sprak mij toenertijd toen ik hem kocht het meeste aan. Even een beetje variëren. Ik heb hier twee producten uit een trend editie van Essence. En dit komt uit de Crystal Dreams collectie. Ik heb allereerst hier het oogschaduwpalet die er heel erg leuk uitziet. Een beetje diamantvormpjes erop. Ja, het idee krijg ik. Deze heeft de naam 01 Give Me Crystals. En het is een palet wel gewoon gemaakt van stevig karton. Dus het is niet heel bijzonder. Essence, die kiezen laatst zijn toch wel veel voor kartonnen verpakkingen. In de deksel staat een tekst. Cat Crystal Iced. Ik denk niet eens dat jullie dat heel goed kunnen lezen omdat de camera reflecteert. Maar dit zijn de kleuren. Ze zijn wel heel poederig. Het zijn wat matte en shimmer kleuren. Maar je kunt hier wel hele leuke ooglooks mee maken. Zoals je kan zien heb ik in veel kleuren gedipt. En dat zegt altijd heel veel over de pigmentatie. Want de pigmentatie was ook echt super goed. De kleuren zijn gewoon leuk. Ik hou hier persoonlijk wel van. Het moet wel je ding zijn. Omdat er ook wat rood en wat bruin tint in zit. En ook wel wat neutrale tinten. Maar ik vond het echt wel een heel erg mooi paletten. Met 11 mooie oogschaduwkleuren. Dus die vond ik ook heel geslaagd. Ook uit die collectie heb ik een highlighter. Dat is deze. Hij heeft dezelfde verpakking als het eigen oogschaduwpaletten. Alleen deze is dan iets kleiner. En deze heeft naam 01 Love at First Light gekregen. Hele mooie highlighter. Hier heb je ook weer een beetje die kristalvormpjes ingedrukt. Ik weet niet of het goed overkomt. Hier staat de tekst in Dreaming of Crystals. Het is een beetje een coole highlighter. Ik hou hier zelf wel van. Mooie pigmentatie. Zag je mooi terug op het gezicht. Beetje roze, maar een beetje een coole ondertoon. Heel mooi paletten. Of highlighter paletten inderdaad. Met gewoon een goede pigmentatie. Dus ik vond dit ook echt wel een heel erg leuk paletten. En ik vind de vormgeving al super leuk. Dan heb ik twee haarproducten. En dit is van Nivea. Nivea heeft sinds een tijdje speciale producten voor je haar. Voor het stijlen, het krullen en er is er geloof ik nog eentje. Maar die weet ik zo even niet. Maar ik heb hier allereerst twee producten. En ik begin even met de styling primer. Die zit in een pompje. Deze bevat 150 milliliter en deze kun je dus aanbrengen voordat je je haar gaat stylen. Ze ruiken super lekker, echt. Die geur is heerlijk. Je brengt hem aan. Het beste is om je haar even droog te feunen en dan kun je je haar dus gaan stylen. Mijn haar wordt nooit super, super stijl. Voor jaren geleden, toen ik echt nog een stuk jonger was, ging dat nog wel. Maar mijn haar is in die jaren alleen maar dikker geworden en ook echt nog meer slag erin. Wat ik wel heel mooi vind, maar dus een beetje lastig is met stylen. Maar ik heb dus deze aangebracht en dit is eigenlijk de prep. En ja, eigenlijk, hij heeft ook een heat protection. Dus dat is wel heel erg belangrijk natuurlijk. En dit is, ik vond het echt een heel erg fijn product. Want mijn haar, je kon er gewoon heel fijn je haar mee stylen. Dus ik vond het echt een heel erg fijn product. En de geur is heerlijk. En om dan het finishen, heb ik een vorming spray. En hier zit 250 milliliter in. Bevat ook geen alcohol. En die kun je dus aanbrengen nadat je je haar gesteld hebt om hem gewoon
ja, een soort van te finishen. Heeft ook precies diezelfde geur. Heeft een gewone basic. Hij ruikt ook zo lekker. Ik ruik die geur weer. Spray, zeg maar. Een gewone. Hoe noem je dat? Gewone opening waar gewoon voldoende spray uitkomt. En je kunt dan dit insprayen, je haar nog een keer doorkammen. En het blijft gewoon goed zitten. Mijn haar bleef ook echt wel heel goed zitten. Ja, regen doet het nooit natuurlijk heel erg goed. Want dan is bij mij mijn haar toch gelijk alweer uitgezakt. Maar ik vond het echt wel hele fijne producten. En het belooft ook 24 uur gewichtloze fixatie. Dus het is echt wel. Het is ook een heel licht gewichtspray. Dus ik vond deze producten van Nivea echt aanraders. Ik heb ze ook nog staan voor de krullen. Dus die ga ik binnenkort ook even testen. Maar die voor de straightening vond ik echt super fijn. Even kijken hoor. Dan gaan we door met twee producten van Catrice. En dit zijn highlight. Ik heb hier allereerst van Luminize. Zijn dit twee producten. Een highlight en blush glow palette. Dat is deze. En ik heb het highlight en bronze glow palette. Dat is deze. Ik zal beginnen met de lichte variant. Ik vind het marble printje heel erg leuk wat erop zit. Deze heeft de naam 010 Rose Vibes Only. Er zitten twee highlighter in en een highlighter blush. Op de achterkant vind je wat meer informatie. Er zit een mooi spiegeltje in wat altijd wel heel erg fijn is. Die voor mij nu heel erg vies is, zie ik. En dan zijn dit de producten. Je hebt, de highlighters zijn wel wat warmer, want het zijn meer gouden tinten. Dus het zijn niet echt coole effecten, maar ze zagen er wel heel erg mooi uit. Ik vond het hele mooie highlighters, goede pigmentatie. Ook die blushie is heel mooi, die heeft al een klein glimmertje erin zitten. Dus echt een heel erg mooi paletje met gewoon drie hele fijne producten, wat gewoon ja, prima eruit zag. Echt heel erg leuk. En ik vind de paletjes ook gewoon super fijn. Mooi vormgegeven. En dat is voor mij ook wel. Ze zijn wel weer van karton gemaakt. Maar hebben dan wel een soort van magnetische sluiting. Waardoor je hem heel makkelijk sluit. En dan heb ik dus nog dat highlight en bronze glow palet. En dat is dus de zwarte. Ook weer super mooi die print. Ik val daar toch wel voor. Deze heeft de naam 020 Feel Gold. Deze heeft dus wat meer gouden highlighters ook. Je hebt hier ook weer de drie producten in zitten. Twee highlighters en een bronzing highlighter. En nou ja, wederom natuurlijk de spiegel. Deze zijn nog warmer als dat andere paletje, want deze zijn wel echt goud. Maar wel wederom hele mooie producten die je heel mooi terugziet. Goede pigmentatie. Nou, dat zie je ook wel weer aan mijn dipgehalte. Ja, de pigmentatie van deze producten zijn gewoon echt helemaal tiptop in orde. Je moet een beetje houden van de warme tinten. Ik ben over het algemeen wel wat meer van de koele tinten, maar ja, weet je, soms in de winter is een warme highlighter ook prima. Omdat het gewoon, ja, iets meer gezien mag worden. Dus ik vind het ook echt weer wederom twee hele mooie palettes. Die gewoon echt hun werk prima doen. Dan heb ik van Essence de Correct to Perfect CC Concealer paletten. Dat is deze met de naam 10 Nobody is Perfect. Ik ben normaal niet heel erg fan van paletten in verband met concealer. Maar ik had deze nog liggen en ik dacht ik wil hem toch even proberen. Maar van deze was ik wel heel erg onder de indruk omdat de structuur niet heel erg stroef is. De structuur is heel makkelijk aan te brengen. Je hebt vier kleurtjes die allemaal weer een eigen functie hebben. Nou ja, groen corrigeert roodheden. En ja, ik ga even kijken of ik het gauw voor jullie kan terugvinden. Lavendel, dat ja, balanceert ook een beetje wat donkere kringen, zeg maar. En ja, de geel, dat heeft ook een beetje met donkere plekjes te maken. En dan de peachy kleur neutraliseert ook weer donkere plekken. Dus eigenlijk hebben die drie kleuren een beetje dezelfde functie. Ik heb vooral de gele gebruikt omdat ik die wel heel erg mooi vond. En goed ook kon passen. En die andere kleuren waren voor mij op dat moment niet
van toepassing toen ik het testte, omdat ik daar geen last van had. Maar echt een hele fijne structuur, fijn om uit te blenden, brengt heel fijn aan. Dus ik was hier wel heel erg onder de indruk van, vooral door de structuur, omdat hij gewoon heel erg prettig was. Dit vond ik ook een heel erg prettig palette. Dan ga ik even door met drie highlight palettes van het merk Soda. En dit zijn de Baby Get Higher Pressed Highlighters. Ik heb hem dus in drie varianten. Allereerst heb ik een roze. De verpakkingen zijn wat kinderlijk. Omdat ze wat plaatjes hebben. Het is misschien niet gelijk dat je denkt voor volwassenen. Maar ja, ik vond ze er op zich nog wel prima uitzien. Hele mooie palettes. Dus allereerst heb ik deze. Dit is een heel erg mooi kleurtje. Ze hadden alle drie een hele mooie pigmentatie. Heel mooi kleurtje. Echt super blij mee. Super fijn ook om te gebruiken. Echt prachtig. Ja, misschien hieraan kun je dan nog weer zien dat het wat meer voor jongere meiden geschikt is. Ik denk dat dit vooral bedoeld is voor de meiden die misschien in de leeftijd van vanaf 13 jaar vallen. Maar ja, weet je, maakt niet zo heel veel uit. Ik heb gewoon wat producten vooral gekocht omdat ik het er leuk uit vond zien. En heel erg benieuwd ben naar nieuwe producten. Dus dat was de roze. Ze hebben verder geen namen. Dus dat is een beetje lastig. Ik heb een groene. Die is ook wel heel erg leuk vormgegeven. En deze die heeft echt een wat koelere tint. Hij is wel goud, maar hij is officieel wel wat koeler. Ik hoop dat jullie het heel goed kunnen zien. Ook weer dat plaatje erop. Nou, hele mooie highlighters. Ja, ik vond de pigmentatie gewoon heel erg goed. En dan is een highlighter bij mij gelijk al een nummer 1 pluspunt. En dan heb ik nog een paarse. En dat is deze. En deze die heeft een beetje multicolor. Vond ik ook wel heel erg leuk. Wat meerdere kleurtjes. Ik heb ze wel gewoon gemengd gebruikt. Maar gewoon heel erg leuk zag het eruit. Gewoon echt. De pigmentatie is gewoon super goed van deze drie paletjes. En ze zien er gewoon ja, hartstikke leuk uit. Dus drie hele mooie highlight paletjes van het merk Soda. Dan heb ik twee oogschaduwpalettes van Essence. Zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Deze kwamen dus uit de collectie samen met Catrice. Het kan zijn dat je ze nog in de review of in de uitverkoopbakken kunt vinden. Maar ja, ik had het in de vorige video al gezegd dat je hier nog twee producten van kon verwachten. Allereerst heb ik het Supreme Party Eyeshadow Palette. Het zijn hele mooie oogschaduwpaletten die erg geschikt zijn ook voor een feestje, vind ik zelf. Kijk hoe mooi dit is. Ik val daarvoor. Er zit een hele leuke sticker bij. Stickervelletje weer. En dan zijn dit de kleurtjes. In een paar van de kleuren zit ook weer een kroontje gedrukt. En dit zijn de kleuren. Dit waren een beetje de wat donkerdere. Ja, hij is eigenlijk heel erg gevarieerd voor smoky eyes. Maar ook lichte ooglooken. En ook rode, een beetje rode kleuren, bruin. Ik vind dit heel erg mooi. De kleuren zijn super gepigmenteerd. Je kunt er hele mooie ooglooks mee maken. Ik vind de producten wel wat poederig. Maar dan kom ik daar weer op terug. Dat is natuurlijk weer het voordeel van de pigmentatie. En het nadeel is dus dat ze heel erg poederig worden. Maar dan weet je dus dat een palette heel goed gepigmenteerd is. Dus dat is deze, de Supreme Party. En ik heb ook de Royal Party. En dat is een roze variant. Prachtig paletten ook. Nou, eigenlijk precies hetzelfde idee als bij die andere. Kijk, die roze voorkant. Daar ga je toch lekker op. Althans, ik word daar blij van. Wederom weer dat leuke stickervelletje die erin zit. Superleuk. Hele leuke stickertjes. En dan zijn dit deze kleuren. Dit is wel weer wat meer nude en ook wel weer wat donkerder. Maar je kunt echt wel heel erg veel kanten op met dit palette. En hoe leuk is dat holografische achtergrondgedeelte. De namen van de kleuren staan ook onder de oogschaduws. Vind ik altijd heel erg fijn. Er zit een hele mooie spiegel in. Dus echt top met hele leuke stips erop. Gewoon echt een heel erg mooi palette die super mooi vormgegeven is. Die beide veel pigment bevatten.
Net wat ik zeg, misschien dat ze nog in een reviewbak of in een uitverkoopbak liggen. Ja, maar ik wilde ze toch niet onthouden omdat ik ze nog wel heb getest. Nu is deze collectie ook afgelopen en zul je in de volgende video's geen producten meer tegenkomen uit de Sister Love collectie van zowel Essence als Catrice. Dat waren deze. Dan heb ik van Soda ook nog twee hele leuke lipproducten. Dit zijn de Demi Matte Liquid Lip Liquids. Zitten ook in een soort drie kwarts doosjes. Met zijn zelf, alleen die bovenop staat dan de kleur. Ik heb allereerst de 002 Bare Yourself. Ik vind het er heel erg leuk uitzien, want ze zijn een beetje roze. Hele mooie kleuren. Goede pigmentatie. Drogen mooi mat op. Blijven lekker goed zitten op je lippen. Ik hou ervan. Echt, ja, gewoon super mooie kleurtjes. Volgens mij roken ze ook niet heel erg raar. Nee, ze hadden een aangename geur. Ze doen me denken aan een geurtje van vroeger die ik even niet kan thuisbrengen. Maar super aangenaam. Dus dat is allereerst deze. Ze zijn, de verpakking is verder niet heel bijzonder. Maar dat roze is gewoon leuk. En ja, gewoon eigenlijk wat erop staat is nodig. Ik weet eigenlijk niet of hier de... Oh, hier zat trouwens ook een sticker bij. De ingrediëntenlijst die vind je op de zijkant. Maar ze zijn wel... vegan volgens mij. En hier zat dus ook een stickervelletje bij. Dat is deze. Wel super schattig. Met pizzapuntjes en ballonnetjes. En eigenlijk een beetje dezelfde tekentjes als die net op de highlighters hiervan stonden. Alle stickervelletjes zijn wel hetzelfde. Dus het is niet als je een kleur koopt dat er een ander stickervelletje in zit. Maar goed, daar doen we het voor. En ik heb dan nog een kleur en dat is de 007 Pinky Promise. Al vind ik deze wel meer naar het rood gaan. Super mooi, ook weer super leuk. Ja, ik word hier blij van dit soort producten. Leuk gepigmenteerd, goede pigmentatie. Ja, ik word gewoon blij van als een lipproduct heel goed is. En deze waren gewoon top. Dus ja, ik kan er verder heel veel woorden aan vuil maken. Maar ze zijn gewoon heel erg fijn in gebruik. En ja, de verpakking is echt altijd leuk vormgegeven. Dus dat waren deze. En dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is nog een oogschaduwpalette uit de Sister Love collectie van Catrice & Essence. En dit is het Royal Idols 30 Color Eyeshadow Palette met brons- en koraalkleuren van Catrice. Dat is deze. En die ziet er zo uit. Heel groot paletten ook. Op de achterkant staan de kleuren al van de huls. Dus dat is handig. Uiteraard hadden wij weer een stickervelletje. Dat was deze. Leuk. Dancing Queen. Pop Queen. Spectaculair Woman. Heel erg leuk. Dit zijn de kleuren. Ja, dit past echt heel goed bij mij. Want je ziet toch weer... wat neutrale kleuren, paars, rood, bruin. Je kunt heel veel kanten op met dit palet. De pigmentatie is ook zo geweldig. Matte kleuren, shimmer kleuren. Ja, ik vond deze collecties gewoon heel erg fijn. Echt een heel erg mooi palet ook weer. Spiegel in de binnenkant waar ik heel erg blij van word. Ja, gewoon de pigmentatie van deze paletten die waren gewoon top. En Catrice en Essence hebben met deze... limited editie echt een hele goede set gedaan. Omdat het hele mooie palettes gewoon zijn. Dan waren dit al mijn favoriete producten van februari. Nu ik er eigenlijk zo doorheen ga, in het mandje leek het heel veel. Maar als ik het nu zo bekijk, denk ik volgens mij valt het nog best wel mee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product je het meest aansprak wat ik heb laten zien. Misschien ben je nog wel van plan om een aantal producten zelf te gaan testen. Laat het zeker even weten in de comments. Of heb je al een product getest waarvan jij denkt, nou daar ben ik het mee eens of ben ik het niet met je eens. Dat kan natuurlijk, het is een persoonlijke voorkeur. Ik word in ieder geval super blij van deze producten. En ik ga ze zometeen lekker in mijn stash opbergen, want nieuwe producten van de maand maart staan ook alweer te popelen om in het mandje te belanden. Want ik heb alweer een aantal producten getest die favoriet zijn en die kunnen dan weer lekker in het mandje. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan natuurlijk op mijn kanaal zelf. Vergeet dan ook even niet om dat belletje aan te zetten, maar ook op dat rondje waar mijn gezicht in staat. En dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's die online komen. Vond je deze video leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te zien. Doei!
Doeg!